aan het begin was ik meest van leuk, een paar weken geen school. Maar uiteindelijk was het ook weer dat ik de mensen op school heel erg miste. En van alles. En ook wat mijn zus zei, ik kon allemaal kleine dingetjes niet meer doen. Je kan ook bijvoorbeeld niet met vriendinnen naar de bioscoop of wat dan ook. Dus dat is ook heel erg. We leren jou eigenlijk alleen maar een beetje kennen op Koningsdag. En dan kunnen we een klein beetje zien hoe het met je gaat. Hoe is het voor jou om steeds meer van jezelf te kunnen laten zien op zo'n dag? Prima. Ik dus gewoon. Maar je doet mee. Ja, ik doe mee. En gewoon ook heel interessant om alle verschillende regio's van Nederland te leren kennen. Dat ook wel. De toekomst van Amalia is duidelijk, dacht ik zo. Maar is het voor jullie anders om te gaan met dat toekomstbeeld? Het is natuurlijk wel anders. Maar kijk, aan de andere kant zijn natuurlijk ook dingen die we later niet kunnen doen in onze positie. Maar ik heb natuurlijk wel de vrijheid om te kiezen wat ik zelf later wil worden. En ik weet het nog lang niet, dat wel. Maar ik vind het wel fijn dat ik zeg maar later iets kan doen met mijn eigen interesses.